Hey, Ad. Hey, Kevin. Hi, mag ik je even storen? Jazeker. Chroom 6 en asbest. Wat is dat nou eigenlijk? Asbest is veelvuldig toegepast tussen de jaren 50 en de jaren 90. En is een mineraal, wordt gewonnen in de mijnen. Maar het is wel kankerverwekkend. En chroom 6 zit in verflagen, wat veel toegepast is in de vliegtuigbouw, in de scheepsbouw en bij bruggen. Is asbest nou echt zo gevaarlijk? Er overlijden nog steeds per jaar circa 1400 mensen aan de gevolgen van asbestkanker. Dus ja, het is gevaarlijk. Alleen de manier om het te verwijderen, dat kan soms in sommige gevallen minder streng. Hè. Je hebt hechtgebonden asbest en je hebt niet hechtgebonden asbest. En bij niet hechtgebonden asbest, dat is wel degelijk gevaarlijk. En bij hechtgebonden asbest zou je wel op een andere manier kunnen saneren als het traditioneel voorgeschreven is. Chroom 6 is een sterk oxiderende stof die in contact met brandbare stoffen brand of explosie kan veroorzaken. Deze stof is voor veel mensen onbekend, dus Kevin wil ook daar het een en ander over weten. Is chroom 6 nou alleen te vinden in vliegtuigen en bruggen? Nee, dat denkt men wel, maar chroom 6 zit eigenlijk overal waar staal toegepast is en men het wilde beschermen. Hè. Dus het kan ook makkelijk zijn dat het kleinschalig is toegepast, bijvoorbeeld in trappenhuizen voor trapleuningen of in constructiewerkplaatsen waar men het tegenkomt. Dus het is niet alleen in vliegtuigen of op bruggen, het is ook zeker kleinschalig toegepast. Hoe zorg je daar voor optimale veiligheid, Ad? Nou, uiteraard zijn al onze mensen zijn goed beschermd, hè. Er zijn allemaal regeltjes voor. Wij kijken eigenlijk altijd met saneren, kunnen we eventueel afwijken van de traditionele voorgeschreven saneringsmethode? Maar dat doen we niet zomaar, dan werken wij wel samen met gedegen laboratoria en bijvoorbeeld met een arbeidshygiënist. Ad, jouw gouden tip in de camera. Gouden tip, ik heb er wel twee. Voor de opdrachtgevers zou ik zeggen van ga niet altijd voor de laagste prijs. Kijk goed met wie je in zee gaat. Is het een partij die zich goed aan de regeltjes houdt en voor veiligheid kiest? Voor de ondernemer zou ik zeggen kijk goed wat er bij je opdrachtgever leeft. Wat is er voor hem belangrijk? Daar oogst je zeker succes mee. En zorg goed voor je personeel. Betrek ze erbij. Informeren is motiveren. Zorg voor jonge aanwas. Dat geeft dat je projecten op een moderne manier uitgevoerd kunnen worden. En een positieve aanpak van de projecten.